Tovenaar Merlijn. Ik ben op jeugdige leeftijd besmet met het vastelovensvirus. Ik hooi wel van een pilske. Als horecamens ben ik duk in de lokale horeca te vingen. Ik sloeg me dan ook hier aan bij grote groepen. Ik heb geen podiumvrees, dus dit podium lukt me ook wel. Blauw is mijn lievelingskleur. Wist ik waarom? Ik ga me nou betoveren met mijn stem. Simsalabim! Ja, het is de mysterieuze kandidaat misschien wel van Einde van Os. Dames en heren, panel, geef hem een goed applaus. Marlijn de Tovenaar. Containers komen drieven op de oceaan. In Polen is het China gans op Limburg aan. Voor winkelkerken schrijveren besteld. En dan zenuwachtig weken afgeteld. Is het jasje niet te klein of de petticoat te wiet? Komt de prutske of de hoed nog wel op die? De vrouw is kinderweg gaan houden op die kist. Of hebben we de boot gemist? Duik Aliët Express. Weken wachten in de stress. Want kunt de Aline is vastgelopen niet compleet. Duik Aliët Express. Het duurt nou alle week of zes. Kunt alles binnen voor die dagen, zit gedood met het geklaag. Dan geven we Ali een medaille, is vast te loven, gans geslacht. De plantjes op de site werden boldiek gecheckt. De kleur is goed en het patroon het liek perfect. Maar de wieste hoed, het oeste hult geen moot. Zelfs de centimeter wit zich geen rood. Toch maar op de bonnen fooi, de bestellingen gefixt. Met geen centje pien bij Ali koos het niks. De vrouw is weer alles winsten wordt gemakt. Of zien we bij de buurt gepakt. Duit Aliët Express. Weken wachten in de stress. Want komt de Aline is vast te loven niet compleet. Duit Aliët Express. Het duurde wel een week of zes. De buit is binnen voor die dagen, dus gedoond met het geklaag. Al geven we Ali een medaille, is vast te loven, gans geslacht. Nog geven we Ali een medaille, is vast te loven, gans geslacht. Ja, dames en heren, panel, Marlijn de Tovenaar. Nou, als ze weg is gelopen, bijna Lord of the Rings bijna gewoon. Hè? Ik zeg, een mooie film is dat. Meneer Berlijn, en dat is gevierlijk volgens mij hier. Ziet je een kooie tovenarenvelden met, of zie je toch wel een beetje goedaardig? Half-half. Ja, we doen het een beetje in het midden. Marcel, onze Marlijn de Tovenaar. Ja, ik krijg die grieze oren van als ik hem zie, want... Ook nu weer, hij brengt zich iedere keer op de vals spoor. Als ik zijn dialect hoor, zou het me zo kunnen zien dat er van die kant van de Maas is. Dus die indruk heb ik wel. Maar en die kant is dan de kant van... Van uiteraard Bezelen. Ja, oké. Bezelen is ook blauw, hè? Maar Bezelen is ook blauw. Dus blauw. Ik denk, wow, en dan een beetje een draken, en horeca. Een beetje drakenbloed heet er wel. Volgens mij wel.
Dus je kreeg wel, een goed gevoel, Heuven. Ja, oké. Karen, kreeg je ook een goed gevoel van Marlijn? Ik heb er zeker een goed gevoel bij. Fantastisch gedaan weer. Maar blauw zou ze misschien denken helder, maar ik blauw bloot, een heljes liedje, maar ik denk niet dat het zo is. Is het geen heljes? Nee. Is het geen Durpse bedoel ze dan? Geen Durpse, ja, nee. Ja. Ja. Monique, voor dich, is het voor dich ook in de Durpse? Of? Voor mij is het ook geen Durpse, want ik heb al een Durpse vergeven, om het zo maar te zeggen, in mijn boekje. Maar Wim dat het dan wel eens weinig of niet. Ik vond het betoverend, dat mocht ik wel zeggen wie dat ze er staat. Och, god toch. Dan ben ik gewoon nog bang als ze naar mij gaat wijzen. Maar ik vond het van de zuster goed, die is goed gezongen. En Wim dat is het beste, dat weet ik niet. Dat is een verrassing. Ah, nee, blijf nou ook gewoon een mysterieus doen. Ja, dat blijft dan doen. Dat is echt een vakman. Goed. Jacques, wat vond je van Marlijn? Ja, dat blijft nog steeds mysterieus voor mij. het blijft ook goed in die rol. Ik heb geen flauw idee. Is geen flauw idee. Nou. Nee, echt niet. Blijf dat echt, samen in de gaten houden. Mooi, nou in ieder geval was een goed applaus voor Marlijn en de danseressen van Let's Do It!